Op 17 maart vieren we het hoogtepunt van onze democratie. We mogen weer naar de stembus. We spreken met 4 kandidaat-Kamerleden uit de regio, waaronder de 2 door de wol geverfde CDA'ers Martijn van Helvert en Mustafa Amhoush. Martijn, Mustafa, eerste vraag. Pieter Omtzigt of Wopke Hoekstra? Wopke Hoekstra is ons politiek leider. Die moet ons naar een overwinning leiden op 17 maart. En Pieter Omtzigt is genoemd als de beste Kamerlid. En daar zijn we hartstikke trots op. Ja, maar wie komt dan op de eerste plaats, Martijn, voor jou? Wopke staat op 1 en Pieter staat op 2 op de lijst. Maar ik wil ze allebei niet missen in de club. Dus ik ga daar niet tussen kiezen. Maar Wopke staat wel op 1, dat is onze lijsttrekker. We maken het wat persoonlijker. Mustafa. U bent woordvoerder op bedrijfslevenbeleid, innovatie, techniekpact, MKB, inclusief financiering, buitenlandse handel, infrastructuur, waterstaat. Is dat niet erg veel hooi op uw vork? De rode lijn tussen al die pakketten is de economie en de werkgelegenheid. En het gaat heel belangrijk in Nederland. Hè. Ik zeg altijd, mijn motto is ook brood op de plank. Het gaat voor duizenden gezinnen die een baan moeten hebben. Ondernemers, waar we trots op zijn. En als je kijkt van luchtvaart, spoor tot de internationale handel en ons MKB hier in de dorpen om ons heen, is de rode lijn de economie. Hoe richten we dat in en versterken we ons bedrijfsleven, zodat de gezinnen thuis brood op de plank hebben? En wat heeft u daarin bereikt de afgelopen jaren? Als je kijkt nu bijvoorbeeld in de corona, zijn we echt maximaal kijken hoe we die steunpakketten kunnen ophogen. Hebben we ook gedaan. Ten opzichte van vorig jaar zijn de steunpakketten nu echt fors hoger geworden. En waar wij ook echt als CDA een punt van maken, wij willen een MKB-bank in de regio. Wij vinden dat de grote banken, dat die weinig zicht hebben voor de kleine financiering. En we hopen dat we daar ook in de komende periode daar een beter financieringsinstrument kunnen oprichten. En wij noemen dat de MKB-bank in de regio. Ja, Martijn, u heeft ook al zo'n uitgebreide portefeuille. U bent woordvoerder mobiliteit, infrastructuur, luchtvaart, mainports, binnenvaart, bescherming, koopvaardij, mensenrechtenbeleid, christenvervolging, internationale organisaties. Of heb ik nog iets gemist? Nou, er staan wel een aantal dingen bij waar ik ooit mee begonnen ben. Infrastructuur, dat gedeelte, dat is wel. Dat deed ik in de vorige periode. Een deel daarvan heeft Mustafa nou overgenomen, zoals luchtvaart en spoor. Maar ik ben wel de woordvoerder buitenlandse zaken, defensie, mensenrechten. Wel met bescherming en koopvaardij, maar vooraleer woordvoerder Limburgse zaken. Want dat is wel heel erg belangrijk en daarom is het ook van belang dat je ongeacht de partij wel stemt op een Limburgse kandidaat. Want de meeste Kamerleden en de meeste ministers en de meeste ambtenaren, die wonen en werken gewoon in de Randstad. En het geld is gewoon eerder uitgegeven in de Randstad en in de regio. En als Mustafa of ik, of welk ander Kamerlid uit Limburg dan ook, het verhaal van wat hier in Limburg gebeurt niet vertellen, dan vertelt niemand dat verhaal. Dus ongeacht de partij, stem op een Limburgse kandidaat. Maar als ik het heb over mensenrechtenbeleid, christenvervolging, internationale organisaties, dan hebben we het toch niet echt over de regio? Nee, daarom zeg ik, naast buitenlandse zaken, mensenrechten en defensie, ook woord voor de Limburgse zaken. Maar zeker hebben we het over de internationale vrede en veiligheid. Want ja, Nederland is een open economie en een handelsnatie. Als één land baat heeft, voordeel heeft bij vrede en rust en goede samenwerking internationaal, dan is het Nederland. En wat heeft u bereikt op die punten de afgelopen jaren? Op een aantal punten hebben we kunnen zorgen dat we beter gaan samenwerken als het gaat om de samenwerking met landen binnen Europa, maar juist ook met landen buiten Europa. Want je ziet een aantal landen zoals China, zoals de Verenigde Staten, maar ook Turkije, maar ook Rusland, dat die heel erg gericht worden op zichzelf en heel lastig vinden om ook andere landen iets te gunnen. Nou, daarin zul je toch moeten zoeken naar samenwerking, want op het moment dat ook wij gaan roepen, Nederland kan het wel alleen, ja, dat klinkt heel leuk, doet het ook goed op verjaardagen en borrels als die straks weer mogen, maar uiteindelijk lukt dat niet. U bent na 4 jaar Kamerlidmaatschap, Martijn, door uw eigen partij op een onverkiesbare 25e plaats gezet. Het CDA-bestuur lijkt niet echt tevreden. Ja, nee, dat zou je inderdaad zeggen. Ik baalde ook gigantisch toen ik het hoorde. Dan bellen ze je op. Zeggen ze, je krijgt, toen was het nog plek 26. Dan zeggen ze, u krijgt 26. Ik zeg 26. Ik wist niet dat we zoveel plekken op de lijst hadden. Dus ik baalde gigantisch. Aan de andere kant ben ik wel ook gewend om op basis van voorkeur gekozen te worden in de Kamer. Dus dat wil zeggen dat de plek op de lijst daar niet toe doet. Als je maar meer dan 20.000 stemmen hebt, dan heb je je eigen zetel in de Tweede Kamer. Nou, dan zeggen de Limburgers dus, wij vinden dat Van Helvert voor ons moet doen. Daar halen we ook veel voor Limburg binnen. Of het nou gaat om gelden voor jeugd, of het nog geldt voor extra agenten, als het nu gaat om spoor waar Mustafa mee bezig is. Ja, maar waarom heeft het CDA u eigenlijk op zo'n lage, onverkiesbare plaats gezet?
Ja, dat is eigenlijk het feit dat je op voorkeur bent. Zeggen ze, nou weet je wat, we hoeven niet zo hard te knokken voor Van Helverthoog, want die komt er op eigen kracht wel in. Nou, dat is een aanname, daar moet wel hard voor geknokt worden, maar dat is een reden waarom je niet zo hoog moet staan. Ja, Mustafa staat bijvoorbeeld op plek 15. Op de kandidatenlijst in de peilingen staat de CDA rond de 20 zetels. We hebben nog 4 weken te gaan, hè? Ja, dus, ja maar u redt het dus wel. Dus u zegt ook Martijn, van... Ik denk dat Martijn het ook gaat redden. Kijk, we hebben altijd discussie natuurlijk. Hè. Het CDA is heel sterk vertegenwoordigd in de provincies. We hebben 12 provincies. Dus als je die al vergeeft, ben je de eerste 12 plekken kwijt. En daarna komen de volgende. En ook, hè, ik weet niet wie die opmerking zet, er kan eentje achter het stuur zitten in een bus. En dan heb je 50 plekken te vergeven. Laten we nou één team zijn. En ik ben van overtuigd, de komende 4 weken gaat het nog heel spannend worden. Ik ben het met Martijn eens. Zorg dat we op een Limburger stemmen. Ik heb nu 5 jaar ervaring in Den Haag. En het is echt niet vanzelfsprekend dat wij in Den Haag over de A2 praten, over de A67 praten of over de haven in Roermond praten. Ja. Dat is niet vanzelfsprekend. U zegt, we moeten op een Limburger kiezen als we op het CDA kiezen. Maar u staat op plek 15, dus u redt het wel. Dus u zegt ook, kies dan voor Martijn. Nee, maar het gaat ook over of het nou voor Martijn is, die de vorige keer ook heel veel stemmen heeft gehaald, of over mij. Het gaat er ook over welk mandaat geef je ons mee. Kijk, als Limburg niet op Limburgs gaan stemmen, en stel, we komen er alsnog in en we zitten daar met 2000 stemmen, ja, dan is het mandaat van de Limburgers minder. Ja, maar laten we nu dan eventjes een verkiezingsdebat doen tussen twee Limburgers. Nee, op wie moeten we stemmen? Dat ga je dus niet doen. En dat heeft ook helemaal geen zin, want we moeten kijken naar wat ons bindt. Wat ons bindt is dat we sterk willen zijn voor Limburg. En er zijn genoeg stemmen in Limburg voor en Mustafa en voor mij. Maar nou dus weet ik nog niet, moeten we nou op jou stemmen of op jou? Nee, dat is heel makkelijk. Wij zijn van dezelfde partij. Ja. We hebben een heel breed pakket. We zijn een volkspartij. Hè, en daar kun je uit kiezen. Wil je? Ik ben woord voor de economie, voor de regio. Martijn is ook voor de regio. Die heeft andere. Die komt ook meer uit het zuiden. Dus daar is smaak, ook binnen het CDA, om te kiezen. Maar ja, jammer dat de mensen niet dubbel mogen kiezen. Ja, ja. Dat is niet. Hè. Zo ver is de democratie niet. Waarom moeten we überhaupt op het CDA stemmen? Het CDA staat bekend als een netwerk van vrienden die zichzelf van alles toe-eigenen. En elkaar baantjes toeschuiven binnen en buiten de politiek? Ja, dat is een mooie vraag, een kritische vraag, maar die wil ik echt van tafel vegen. Zo, en een beschuldiging, daar wil ik ook komen met bewijzen. Want dat zeg je nog wel heel makkelijk hier. U leest dat even voor van uw formulier. Joep Dome heeft destijds een hele... Destijds? De Vriendenrepubliek heette dat. Wanneer is dat boek uitgekomen? En nu nog steeds, we hebben het over Ger Koopmans, Jan Lohner, Raymond Knops. Ja, en u zegt het boek van Joep Dome van de Vriendenrepubliek, uit welk jaar was dat? Dat is al een tijdje geleden, maar de Volkskrant schreef laatst dat binnen de CDA de meeste integriteitsproblemen waren. Als ik dat maar op een antwoord, want het punt is, hè, sinds het boek van Joep Dome, wat een terecht boek was, zijn heel veel mensen en heel veel zaken aangekaart. Ik denk dat het ook heel goed was, want je kunt niet slecht omgaan met geld. Sinds die tijd worden in Limburg alle zaken die aan het licht komen goed onderzocht. En het is ook de taak van de media om te zeggen, er moet onderzocht worden en iemand is pas schuldig als dat ook bewezen is. U noemt nou zojuist 3 namen, waarvan uit 1 onderzoek is gebleken dat er uiteindelijk ook niets gebeurd was. En waarbij de andere 2 op dit moment worden onderzocht. En u koppelt dat al direct aan dat het zo gebeurd is. Dus dat denkt dat het niet terecht is. Wat wel is, als je het vergelijkt met andere provincies, in Limburg wordt het meeste onderzocht. Alles komt hier aan het licht, omdat het hier bespreekbaar wordt gemaakt. Mede dankzij het boek van Joep Dome. Maar het is wel ook de taak om er wel een eerlijke scheiding aan te brengen tussen wordt iets onderzocht... Of is iemand schuldig? Want politici zijn net zo goed als iedereen pas schuldig op het moment dat het zo is. Voor die tijd niet. Volgens de Volkskrant waren er 11 integriteitskwesties afgelopen jaar. Dus dan heb je toch dat het CDA... Maar laten we even iets groter stellen. Ik wil 2 dingen uitlichten. 1, de belangen die we opkomen voor Limburg en de integriteitskwesties. Als je kijkt naar de VVD, hoeveel ministers dat die hebben laten gaan in de afgelopen 4 jaar. Pak die lijsters erbij, daar zijn er denk ik 10 of 15 wel. Ander punt, het CDA is van oudsher hier sterk in Limburg, ook in het verenigingsleven. En we zijn ook in staat gebleven voor de belangen van Limburg op te komen. Dat geldt in Den Haag, dat geldt in de gemeenteraden, dat geldt in de provincie. En het geldt met Ria Omen eerder en nu met Jeroen Lennarts in Brussel. Dus als er iets onderzocht moet worden, moeten we dat doen. Moeten we niet van tevoren gaan beschuldigen. De Volkskrant mag schrijven wat hij wil, de NRC mag ook. En zolang dat er geen bewijs is, dan moeten we er heel zorgvuldig mee omgaan. Ik zit 26 jaar bij het CDA en ik ben van overtuigd dat het CDA zich 200% inzet voor de belangen van Limburg in Den Haag, in Brussel en in de provincie. Om nog even terug te komen op de peilingen. Het CDA lijkt zo'n 20 zetels te halen. Martijn staat op plek 25. Als u niet verkozen wordt, die kans is toch aanzienlijk, wat gaat u doen?
geldt voor iedereen. Vorig jaar heb ik de voorkeurszetel ook gehaald dankzij de Limburgse stem. Ik heb 4 jaar me ingezet voor Limburg en er zijn zoveel vrijwilligers, zoveel mensen die nou helpen in de campagne. Er is ook wel een poll op www.martijnvanhelvert.nl waar mensen alvast kunnen zeggen, nou ik ga in ieder geval op je stemmen. En dat zie je elke dag weer stijgen, dus ik heb er echt hele, hele goede hoop op en we werken er ook voor dat het wel lukt. Maar als u nou niet verkozen wordt, dan valt u dus wel in een gat. Nou, er zijn genoeg mooie dingen om te doen. Ik kan in het bedrijf van mijn eigen vrouw helpen, ik kan een eigen bedrijf beginnen, ik kan ergens anders gaan werken, maar dat is niet in de orde. Want er zijn zoveel vrijwilligers die nu helpen om te zeggen Van Helvert moet wel gekozen worden, dat ik geen enkele reden zie waarom we de vorige keer wel de voorkeursdrempel halen dankzij de Limburgse kiezer en dit keer niet. Ja, maar u heeft geen plan B? Nee, nog niet. Dat komt daarna heel snel. Er zijn genoeg mooie dingen om te doen. Oké. En als het CDA slechts 15 of 16 zetels krijgt en Vert Grapperhaus bijvoorbeeld, die op plek 50 staat, krijgt dankzij alle bruiloftsgasten toch voldoende voorkeursstemmen, zodat u het net niet haalt, wat gaat u dan doen? Ik kom uit de sportwereld. Ik ben ook voorzitter van Bevo, van een grote handbalclub. We hebben topsport, we hebben breedtesport en ook mensen met een beperking. En als je in de sportwereld zit, ga je het veld op om op te winnen. En ik ben van overtuigd, met Wopke Hoekstra, die zich er ook hard maakt voor de sport, hebben we allemaal kunnen zien, ja, dat wij aan de goede kant van de 25 zetels gaan zitten. Dat is onze inzet, daar komt Martijn erin, daar wordt Limburg goed vertegenwoordigd. Daar gaan we voor. Als ik in de sport in mijn jeugd had gezegd, ik moet bijvoorbeeld het taekwondoveld op, want ik was taekwondoka, en ik moet zeggen, ja, de kans bestaat dat ik ga verliezen, ja, dan verlies ik die wedstrijd al. Dan wist ik het overheid. En gelukkig ben ik vaak kampioen geworden. En de garantie heb je nooit, maar en we gaan aan de goede kant van de 25 zitten. Dus u heeft geen plan B nodig? Wij gaan plan A, in topsport heb je eerst plan A. En mocht je verliezen, dan ga je lekker uit te huilen in een hoekje en dan pak je daarna weer de draad op.